Wauw. We gaan wandelen en dat doen wij die kant op. Heb je aantekeningen mee? Ligt daar nog? Ik zie je aantekeningen. Oké. Kom mee. We beginnen aan deze kant. We gaan ze alle drie recenseren voordat we bekend gaan maken wie de winnaar is. Shaila Sitalsing, recensie. Ja, het is voor een jurylid heel uitdagend om zijn favoriete columnist te moeten recenseren. Dus, ik vond het, voor u kijken. Ja, ik vond het een prachtig verhaal met charme, elegantie, humor. En op een fantastische manier toch de inhoudelijke diepte van de VVD blootleggen. Echt, in deze tijden van gesprekken waardeer ik dat zeer. Heel goed. Ik ben zeer onder de indruk. Shaila Sitalsing nog een keer, dames en heren. Dankjewel. Ja, even voordat je wat zegt, even. Voor een debutant was dit wel, vanuit mij bezien, want het gaat om de jury, buitengewoon knap debuut. Maar nu jij. Yeah. Ja, dat mag, ja. Woehoe! Zeker. Maar dat is allemaal niet belangrijk, wat hij gaat zeggen. Ik ben het daar helemaal mee eens. En dat kan ook niet anders, want hij werkt bij mijn favoriete radiostation. Zijn analyse was zeer scherp. Hij had wat mij betreft nog kunnen aanstippen dat in het universum van de SP... ja, het altijd om de PvdA draaide. En dat is nu best ingewikkeld geworden. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij zich gaan ontwikkelen. Maar knap hoe... hij duidt de wijze waarop de SP omgaat met deze, ja, toch bijzondere uitslag. En wat betreft Geert Wilders. Kijk, eerlijk gezegd had ik toch echt het idee, en ik weet niet of u dat met mij meevoelt, dat Geert Wilders eigenlijk niet de grootste wilde worden. Hij heeft alles in de campagne gedaan om eigenlijk te voorkomen dat hij nummer 1 werd. Dus ik begrijp de duiding heel goed, maar ik denk eigenlijk dat hij zijn zin heeft gekregen. Okay. Dames en heren, Jeroen Stans, dankjewel. Laat me raden, uw favoriete krant. Inderdaad. Dat heeft u heel goed doorzien. Ja, ja. En ook niet alleen de favoriete krant, maar ook een columniste. Die dezelfde nerdy eigenschappen heeft als ikzelf. Kan niet. Ook voor mij is Keuzes in Kaart een fantastisch boekwerk. Al jaren. Want iedere verkiezing opnieuw is een nieuw deel. Dus daar moet u echt aan beginnen. En u kunt ook teruglezen, want het zegt heel veel over waar partijen nu staan. Ik vond de analyses heel leuk. Ik vond ook leuk de wijze waarop er gespind werd in de richting van GroenLinks. Want het is natuurlijk helemaal niet zo dat wij briljant aan de knoppen draaien. Oh. We hebben gewoon fantastische plannen. Die ontzettend goede uitkomsten laten zien. Tot zover de zendtijd politieke partijen. Even toch, u zei, u gebruikt het woord leuk en die is natuurlijk wel verschillend uitlegbaar. Er werden ook gewoon wat kritische noten gekregen. Zegt u ook van, het klopt wat ze zegt. Ze maakt ook inzichtelijk wat voor heel veel mensen misschien niet inzichtelijk is. Nou ja, dat bedoelde ik net met het duiden. Dat ze soms dingen vergeten vermelden uit het boek. maar tegelijkertijd weet zij iets wat de meeste mensen toch niet zo gauw tot zich nemen. Op een hele aantrekkelijke manier over het voetlicht te brengen. En dat kan ik enorm waarderen. Dames en heren, Marieke Stellinga. Kom mee. Nou, blijf maar staan. Blijf staan. Want u gaat deze... Even, wat heb ik nou? Dat is bij deze altijd ondefinieerbaar. Ik draai hem toch even om. Nee, helemaal niet. Doe ik helemaal niet trouwens zo. Dames en heren, dit is het moment dat u uw telefoon even mag pakken. Niemand is uit voordat we trending topic zijn. Want, rappapa, rappapa. Hij gaat nu op het hoofd gezet worden van de winnaar... April 2017. De winnaar Politieke Junkies is geworden... Ta-ta-ta-ta. Marieke Stellinga! Hey, woehoe, rustig. Dank je. Blijf ernaast staan. Ernaast. Ja. En dit moet, hè? He? Ik moet dit doen, hè? Ja. Dat de mensen niet denken dat ik helemaal raar ben. Ja. Heel even, hou me even op. Het duurt 4 minuten en dan is het zo. 4 minuten. Heeft iedereen een mooi fotootje genomen? Het is een wisselbokaal. Helaas mag je niet mee naar huis nemen. Nee. Laten we nog één keer warm applaus. Tom van der Leeuw van jury. Hartstikke bedankt. Marieke, ga jij zitten. Tom, ik geef jou van zijn hand. Dank. Ga zitten.